zijn vandaag te gast bij een partner van Onderhoud.nl, Verwijt Houttechniek. Nou, we zijn hier georganiseerd door het platform Digitalisering en Informatisering van Onderhoud.nl. Met een groot aantal van onze collega's aanwezig om met name digitalisering op de werkvloer nader te beschouwen. Digitaliseren is natuurlijk van groot belang, dat hoeft geen betoog. Maar ook de informatisering ervan. En wat we vandaag ook hebben gezien is dat de gedigitaliseerde werkvloer een heel belangrijk aspect daarvan uitmaakt. Wij noemen onszelf uw partner één loket. En dat komt omdat wij binnen een renovatieproject onze verantwoordelijkheid pakken wat betreft het leveren, meten, produceren en monteren van zowel ramen, deuren, kozijnen als prefabproducten. We hebben vandaag in ieder geval gezien dat het innovatie ten top is. Alles in eigen beheer hebben ze ontwikkeld. En als je dus kijkt dat hier eigenlijk een omgekeerde wereld is van digitalisering naar productie. Dat is hetgeen wat wij ook vandaag in deze fabriek hebben kunnen zien. Is dat men met name in de vastlegging van allerlei gegevens en meetdata heel erg goed en heel nauwgezet pasmaat, kozijnen en ramen kan maken. Als je kijkt naar de terugkoppeling van datgene wat er gebeurt in de praktijk. Om te zorgen dat dat weer terecht komt bij de opdrachtgever en eventueel bij bewoners. Dus die communicatie is cruciaal. Wat achter de renovatieplanner zit is appsharing. De ontwikkelpartij, we zitten in Zwolle, we maken apps en agile software systemen. En wat wij op dat moment niet realiseren is dat het zo'n hot item in de hele markt was. Wij ondersteunen het hele proces voorafgaand. Vanaf het allereerste begin tot aan de daadwerkelijke uitvoer in het ophalen van informatie. En natuurlijk, ja, tijdens de uitvoer heb je alles te maken met bewoners. Dus ga je die informatie weer gebruiken in de communicatie met bewoners. En zo heb je eigenlijk de hele cirkel rond. Vision is een presentatietool, zeg maar, om data vanuit je eigen bedrijf te presenteren naar je opdrachtgever toe. Het kan ook zijn dat dat een data is wat je verzamelt namens meerdere bedrijven en dat dan eigenlijk in een grote vergaarbak gooit om het vervolgens heel structureel aan te bieden aan je opdrachtgevers. Wij denken, zeg maar, dat als je het goed voor elkaar hebt als vastgoedonderhoudsbedrijf, dat je dan ook eigenlijk in je systemen kan blijven werken waar je in werkt. Wij vullen natuurlijk altijd aan, als je geen digitale formulieren hebt om dingen in vast te leggen, dan zou je het daarin kunnen doen of in onze tools kunnen doen. Maar als je ze al hebt, dan halen we gewoon de data uit die werkwijze. Nou, deze leerzame dag bij Verwij Houttechniek heeft ons in ieder geval laten zien dat de ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering grote voordelen kunnen hebben voor de operatie van onze leden. Daarnaast is het zo dat we hebben kunnen zien dat bij Verwij Houttechniek alles met betrekking tot digitalisering naar uitvoering heel goed in de praktijk wordt gebracht. En zo tot een optimalisatie van onze werkprocessen kan leiden. Nou, ik vond het een hele interessante middag. Zeker ook de apps en de, ja, toch wel weer de automatisering. Dat is toch wel iets waar bedrijven toch wel veel mee achterlopen, denk ik. Weer wat nieuwe dingen gehoord op het gebied van data, datagebruik, verwerking en wel wat mogelijkheden gezien waar ik wel wat mee kan. Ik vond het mooi te zien dat er dus op zoveel plekken, zeg maar, nu samengewerkt wordt om die digitalisering op gang te krijgen. Ja, dat vond ik hier wel heel erg mooi dat dat bij elkaar komt.